En met voorspellen ben ik eigenlijk ook best wel aardig. Dit seizoen Den Haag uit, bij wijze van spreken goed. Afgelopen wedstrijd tegen VVV was niet helemaal eerlijk. Ik had 2-0 voorspeld. En de laatste minuut werd het 2-1. Ontzettend jammer, maar ik ben dus aardig redelijk goed, een mooie zin, in het voorspellen. Ja, mijn naam is Martin Drent, geboren in Groningen en mijn hoogtepunt bij FC Groningen. Promotie met FC Groningen naar de Eredivisie weer en de 1-2 uit tegen Feyenoord. Ja, het is eigenlijk wel leuk, hè, want ik heb meer dan 400 wedstrijden gespeeld. Maar na mijn carrière heb ik eigenlijk maar over 10 minuten gesproken en dan waren deze 10. Vrije trap, Christef Drent verlengt en het is de gelijkmaker in de Kuip, 4 minuten voor het end. Drent ontsnapt. Aan de buitenspelval en maakt ook nog 1-2. Het is niet te geloven. Met gewoon als kampioen worden. Ja, misschien is het egoïstisch, maar goed, daarvoor was je waarschijnlijk ook spits. de schep. Het was niet echt een lob. Want ik schepte hem eigenlijk meer. Ik legde mijn voet eronder en tilde de bal omhoog. Dus nee, de schep was eigenlijk in alles het mooist. Ja, scoorde in de Kuip. Ja, en Juri en Koert, kijk, ik weet dat jullie ook altijd voorspellen. Ja, laat ik jullie gewoon een tip geven. Wacht eerst mijn voorspelling af en ga daarin mee. Want wat jullie allemaal voorspellen, slaat helemaal nergens op. Ja. 16 jaar na dato wordt het weer 1-2. Voor FC Groningen. Ja, ik kom even 10 minuten langs en dan is het klaar.